Ik ben gigantisch verbrand. Wat heb ik verdiend op de eihallen? Helemaal emo. Get ready with me om 5:30 ochtends. Cheers. Goedemorgen. Ik moet een beetje zachtjes praten, want het is 5:15. Zoals je misschien ziet ben ik bij Charlotte. Charlotte is boven even onder de douche. En ik ga me nu klaarmaken om richting de eihallen te gaan. Dus ik heb koffie nodig. En ik ben heel blij dat ik zeg maar toch een paar uur goed geslapen heb. Want mijn wekker ging. En toen dacht ik, oké, het valt me mee. Maar mijn klap komt ook wel later. En dat weet ik. En jou, super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. We gaan er wat gezelligs van maken. Ik ben heel benieuwd hoeveel volgers er komen. We gaan er wat van maken. Oh, hi. Eerlijk, het valt me mee. Maar ik zei al, de klap komt later. Nu denk ik, tijd. Ik dacht dat je mijn hoofd bedoelde. Nee, dat valt niet mee. Het is pas 10:45. En ja, het is inmiddels 10:45. En er is lekker koffie voor ons gehaald. Ja, het is super leuk hier bij de eihallen. Ja, ik vind het wel heel leuk. Maar ik ben verbaasd dat het pas 10:45 is eigenlijk. Dat dacht je al later? Ja, ja, ik dacht dat het al wel rond 1 uur was. Maar kijk, het is wel echt heel lief. We hebben koffie. Nou, sorry, maar blijer kun je me niet maken. Ja, top. Leuk. Het is nu 2:55. Ik ben kapot. Hi. Hallo. Mocht je me niet kennen, ik ben Charlotte. Aangenaam. Maar het is bloedheet. Ja. Echt waar? Ik heb in mijn leven nog nooit... Ga je ja, dat halen? Nee, ik heb geen zin om te gaan. Ja, maar dan eten we niet. Ik heb koffie gehaald. Ik wil wel poffertjes halen. Dat is daar. Heb je het door? Dit is de kraam. Daarachter loopt nu Rebecca, die gaat de poffertjes halen. Dit is onze kraam. Kijk, weet je wat vet grappig is? Dit is een hotel. Hier kun je slapen. Vet hè? We schakelen weer even over naar Rebecca, dat is helemaal leuk. It's me. Ik ga dood. Ik ben volgens mij zo heftig verbrand. Ik ben ook echt aan het zweten. We hebben nu nog ongeveer een uurtje, want je moet blijven totdat je zeg maar allemaal echt weg mag. En dat is volgens mij dan 4:30. Heel zeg maar een uurtje heel erg stil. En dan merk ik wel dat de vermoeidheid een beetje inkakt. Charlotte is nu even voor zichzelf aan het shoppen. Ik zag ook echt hele leuke dingen, maar ik moet het gewoon nu even niet doen. En ik denk dus dat ik zo meteen... bij Charlotte thuis blijven slapen, terwijl dat Charlotte en Sven er zelf niet zijn. Dus ik ben zo meteen gewoon in hun huis. Die is leeg en daar slaap ik. Dus dan ga ik lekker douchen en tv kijken, want ik ben zeg maar heel moe. En dan is het gewoon heel lekker om alleen te zijn. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Het werd gisteren aangeboden en toen dacht ik, ja, ik zou bijna gek zijn als ik het niet doe. Wat heb jij? Niet. Nou, doe normaal. Doe het janken. Ik zit nou nog te vertellen, ik zag een mooie ring, maar ik ga het niet doen. En wat heb jij? Alle twee? Ja, ik heb deze. Die vind ik er heel mooi tussen vallen. En deze met die engelenvleugel. Dan kan ik gewoon afwisselen. Oh, kijk nou. Oh, hij is perfect. Oh, je ziet precies niks. Oh, en dan heb je echt 0,1 seconde heb je hem gezien. Is toch mooi? Ja, ik vind het heel mooi bij je. Daarom heb ik hem ook voor je gehaald. Helemaal emo. Op een schaal van 1 tot 10. Oh. Hoe moe ben je?
moe en ik ga nog naar een wijnfestival. Ja, oh my lord. Ik ga naar een opgeruimd, netjes, rustig huis. Rebecca gaat gewoon bij mij slapen en ik slaap in een hotel. Hoe raar is dat eigenlijk? Nee, dat is niet raar. Ja, ik vind het zo leuk. Maar het is in ieder geval nu 5 uur. We hebben de laatste dingen in zakken gedaan om te doneren. Maar toen kwamen er laatste mensen die vroegen of ze de zak... Waarom? De helft van de borden. Ik heb geen borg betaald. Jawel, we hebben allebei de helft van die kraan betaald. Echt waar? Ja, zit daar de borg al in? Ja. Oh. Ja, zeker. We zijn in ieder geval helemaal leeg. Het lijkt alsof we heel veel spullen mee terugnemen. Maar 1 doos is oud papier. Dit is een zak met allemaal zakken. Dit gaat uiteindelijk nog weg en er is 1 ding ja, wat we nog wel houden en dat is het. Mijn eigen tas ligt er. Het is inmiddels 8:10. Daar zie je precies niks van. Ik ben al een tijdje in het huis van Charlotte en ik vind het zo leuk dat ze het aanbood dat ik hier de nacht mocht blijven. Want hun zijn natuurlijk een nachtje naar Van der Valk. Waarop ik dus zei van, oh, dus dan kan ik gewoon hier slapen. En toen zei ze, ja, waarom niet? En toen dacht ik, oké, als Mitchell dat oké vindt, en ik wist dat hij dat oké vindt, ja, waarom niet? Oh, ik bedenk me nu wel, hun hebben de tandpasta natuurlijk meegenomen, wat hartstikke logisch is. Misschien hebben ze ergens voorraad. Ik ga dat straks wel even aan haar vragen. Ik wil daar ook niet de hele tijd om wat voor reden dan ook appen. Ik mocht haar skincare gebruiken, want ik heb natuurlijk niks mee, want gisteren kwam ik hier make-uploos. Dus ik heb ook helemaal niks mee. Maar ze zei, er ligt hier genoeg. Dus ik wil even een cleanser. Die heb ik hier. En ik wil daarna even een serumpje. En die heb ik hier. Ik ben gigantisch verbrand. Je ziet precies waar ik wel ben geweest met insmeren en waar niet. Want ik heb echt zo goed mijn best gedaan om in te smeren. Ik heb mij echt, denk ik, 6 keer ingesmeerd. Ik ga nu lekker douchen. Ik heb hier ook een joggingpak van Charlotte, want dat mocht ook. En ik dacht, ja, weet je, ik ga er gewoon gretig gebruik van maken. Oké, dit was harder nodig dan ik dacht. Het is zo lekker om nu, wacht even, gedoucht te zijn. Ik vind het zo leuk, hè, om andermans skincare te doen. Ik had ook geen borstel mee, dus mijn haar is nu echt 1 touw. Ik heb net even mijn geld geteld. Ik vond dit zo chill. Mitchell had voor mij echt heel veel moeite gedaan met kleingeld regelen. Hij had van die rolletjes gekocht waar je dan 7 euro voor moet betalen voor transactiekosten. En je moest minstens 20 rolletjes afnemen. Dus hij heeft 20 rolletjes afgenomen. Daarvan heb ik er 3 uiteindelijk meegenomen. De rest heeft hij weer teruggestort. Dus ik had 2 rolletjes van 1 euro en 1 rolletje van 50 centen. Die heb ik uiteindelijk niet hoeven gebruiken. Want iedereen denkt echt wel heel goed mee met klein geld. Er was wel 1 iemand die wilde gelijk in de ochtend al met 50 euro betalen. En toen dacht ik, ja, sorry, maar dat heb ik echt niet. Soms kwam het dan wel eens voor dat ik ergens 3 euro voor wilde. En dan had diegene 1,50. En dan dacht ik, weet je wat? Bij mij ligt het op zolder. Dus neem het lekker voor die 1,50. Dan is het meant to be dat jij er nu 1,50 voor zou moeten betalen. En dan is het goed. Maar hierin, hij was leeg, zit 320 euro. En dan heb ik de 5 centen niet geteld. Maar gewoon 320 euro. En dan denk ik, ja, oké, de stand hebben we al betaald. Dat was rond de 40 euro. Maar we deden het natuurlijk door 2. En dan ben je natuurlijk wel je benzinekosten kwijt. Maar al met al vind ik dit echt een prima bedrag. Ik heb nu even eitjes op het water staan. Dus ik ga zo meteen denk ik even rijstwafels maken. Want er is wel brood. Maar ik heb geen idee hoe de magnetron werkt, want het is bevroren, dus ik weet niet hoe dat werkt. Ze heeft alles uitgelegd, maar dat zijn we even vergeten. En dan ga ik lekker verder Bridgerton kijken, want Netflix doet het bij ons thuis niet. For some reason kom ik er niet meer in. Dus ik ben helemaal content, mijn huid voelt lekker schoon. Ik vind het echt heel fijn spul. Ik ken dat niet, Skin for Food. Ja, ik ken het van Charlotte, maar ik heb het nooit gebruikt. Goedemorgen, ik ben echt... Ik ben er niet helemaal, zeg maar. Het is 8:30. Ik werd om 5 uur wakker. Net als gisteravond. Toen moest om 5 uur wakker worden. En ik werd om 5 uur wakker en ik dacht echt, oké, en nu? Ik was echt wakker. Sammy heeft ook de hele avond bij me liggen knuffelen. En dat is echt een mega knuffelkat. En die
pusht zichzelf dan tegen je aan. Zo van, ai me. Dus ik zat telkens zo te aaien. En toen dacht ik, als je nou gewoon lekker bij me komt liggen, dan kunnen we samen slapen. Maar hij wilde gewoon heel graag geaaid worden. Ik ga nu even koffie zetten. Dat is heel belangrijk. Ik gebruik wel deze van gisteren. Ik ga even een poging doen tot de vaatwasser uitruimen. Want ik vind dat erg lastig bij andere mensen. Maar ik vind dat zelf dus wel altijd erg fijn als iemand dat doet. Dat ga ik even doen. Dan ga ik een ontbijtje maken. En dan ga ik nog één aflevering van Bridgerton kijken. En dan wil ik eigenlijk weg zijn voordat hun komen. Want ik denk dat dat wel fijn is. Dan ben je helemaal brak van een festival. Dan kom je thuis en dan is het hier ook gewoon lekker rustig. Het is inmiddels alweer maandag. Ik sta nu voor het huis van Sanne. Want daar gaan wij even de ochtend spenderen. Ben je al los? Ja. Kom je hier? Gaan we er hier uit? Nee. Nee, gaan we daar eruit? Oké. Ik neem jullie lekker mee. Doe mijn deur open. Zo, pardon. Wil je mijn deur open doen? Wil mij deur open doen, ik ben daar. Lieve mama. Lieve mama. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Top. Het is inmiddels alweer 2:15. Ik ga zo meteen met Lily naar de dierenarts. Maar ik dacht, we gaan even de knuffels uitzoeken. Want we hebben heel veel knuffels. En ik denk dat er wel heel veel weg mogen. Houden of maken we hier een ander kindje mee blij? We maken een andere kindje mee blij. Oké, dan gaat die weg. Houden of maken we een ander kindje ermee blij? Maken een kindje blij. Ja? En die. Houden of een ander kindje? Houden. Die houden? En die baby? Houden. Nee, weg. Wel een ander kindje. En die daarin? Ja, die mag dan daarin. En die dan? Ook een ander kindje? Ja. Kijk, kan zijn jasje er ook bij. Ja. Ander kindje? En houden. Ja, die wel houden. Dus die mag daar. Luigi houden we ook, denk ik, hè? Nee. Wil je... Laat hem ook weg. Die mag ook weg? Wil jij hem in je bed of wil je hem weg? In mijn bed. Ja? Tadaa, ik moet eigenlijk gewoon nog een keer naar de eihallen, maar dan volledig speelgoed en spullen. Nijntje, houden of weg? En houden. Maar ja, die ligt al de hele tijd in de kast. Ja, die moet ook weg. Eeuw, die. Flamingo. Het is alweer woensdag. En dit is echt heel erg, want normaal is dinsdag een hele goede vlogdag. En ik heb nu... Nul gevlogd gisteren. Ja. Ik ga nu in ieder geval naar het nieuwe huis van Charlotte. Want ik zei al, ik was ZSM komen kijken. En toen kwam vandaag uit. Dus toen dachten we, dat doen we ook gelijk maar vandaag. Leo gaat lekker mee. Dus dat vind ik helemaal gezellig. En ik denk dat ik daarna op de terugweg even wat met hem ga eten. Verder hebben we om 4:00 weer een zwemles van Revi. Dat is zijn tweede. Dus ik mag er nu ook niet meer bij blijven zitten. Wat ik wel weer een beetje spannend vind voor hem. Ik neem Leo niet mee, want vorige keer was hij zich echt kapot aan het zweten. Ik heb nu in ieder geval een lekker herfstig setje aan. I love it, dit weer. Ja, oké, het regent nu, dat vind ik wat minder. Maar verder qua weer denk ik echt, ja, dit is bij weer. En dit is ook precies de kleding waar ik van hou. Het is een rok met laarzen eronder. Het is ook zeg maar een two-piece. Hier ga ik goed op. Zomerkleding ga ik niet goed op. Oké, ik denk dat wij goed staan. We zijn nu even aan het wachten op Charlotte. Die komt hierheen gereden. En dan weet ik niet of we daar samen heen rijden of samen heen lopen. Ik weet ook echt niet waar ik ben. Ik sta echt volgens mij midden in Hoorn. Het is wel echt heel erg leuk. Want vooral met dit weer en dan hoe schattig Hoorn eigenlijk is. Krijg ik helemaal een herfstachtig stadje feeling. Kerst, weet je wel. Dat je dan al die lichtjes ziet hangen. Volgens mij is het echt heel schattig hier. Het regent echt. Knijt het je hart? Kun je hem zelf aandoen? Nee. Nee? Jawel wel. Ja, kan je toch wel. Als ik het zo doe. En zo neer. En dan zo en dan. Zo. En dan. Oké, dan. Heel goed. Kijk nou. Toppertje. Nou, wij gaan wachten op Charlotte en dan weet ik niet of ik in haar huis ga vloggen. Want ik weet niet in hoeverre zij al dingen heeft laten zien natuurlijk. Nou goed, of tot zo of tot later. Later. Nou, we zijn er hoor. Hoi hè, Leo. Hoog hè? Oh, met wortel is eigenlijk altijd wel lekker. En?
Ik weet het niet. Oh, ik weet het niet. Wel lekker of niet lekker? Wel lekker? Nou, of niet? Moet Charlotte maar opdrinken. Nee? Wil jij hem? Ik ga dat opdrinken. Oké. Okay. Het is inmiddels 2:15 en wij zijn aangekomen bij de KFC. We hebben even wat eten gehaald, want we hadden allebei eigenlijk nog niet echt iets gegeten. Hè? Moet ik hem openmaken voor jou? Niet? Ik wil niet. Oh, je wil niet drinken. Nee. Hij heeft net 3 kwartier geslapen, dus ik weet niet of hij überhaupt nu wil eten. Ik wil wel eten. Oh. We waren denk ik net aan 1/2 uurtje bij Charlotte. Ik dacht veel langer, maar ik zet mijn app uit en toen zag ik 38 minuten staan. En toen dacht ik echt, oké, wacht even, dit was wel heel snel. Ik wil een saus. Jij mag een saus. Hier. Kijk, doen we het op mijn koffiebeker? Ja. Het is wel heel leuk om Charlotte zo te zien. Want dit huis gaat haar echt heel goed doen. En ik vond het ook echt groter dan ik had verwacht. Ik wist dat het niet klein was. Maar als je het echt ziet, ik had echt zoiets van, huh? Het is gewoon groot. Kijk, doen we die daar. Wat donderde er nou naar beneden? Mijn telefoon. Dat is saai met mij in saus. Wat vond jij van Charlotte de huis? Mooi. Mooi? Was voor hem natuurlijk een beetje saai, want er was niks. Wist ik ook wel. Maar ik wist dat we daarna samen wat gingen eten. En dat is natuurlijk wel heel gezellig. Dat vind ik wel leuk. Zo lang geleden dat ik iets hiervan gegeten heb. Of niet dan? Nee? Nee, patatjes niet. Patat is precies 1 week geleden. Met Revi's eerste zwemles hadden we de eerste... Tenminste, hadden we patat gehaald daarna. Dat wilde die. Nou, ik ben benieuwd hoe het verder met jou gaat. Want deze vlog is natuurlijk best wel up-to-date. Het is vandaag woensdag. Hij komt morgen online. Donderdag. Duh. Zijn patatjes lekker? En wat wil jij dan heel graag zo meteen halen? Ei. Ei, hè? We gingen net op de heenweg tanken. Dus ik kwam de auto weer in. En toen zei hij, ik wil een ei. En toen dacht ik, ja, dan ben je nu net letterlijk 1 milliseconde te laat. Want we zitten alweer. Dus ik zei, we kunnen dat zo meteen wel halen na Charlotte. Dus ik zei net tegen Charlotte, nou, we gaan zo. En hij gelijk, ja, gaan we een ei halen. Dat ik echt denk, waarom vergeten mijn kinderen nooit wat? Waarom onthouden ze alles? En toen wilde hij in slaap vallen. Maar toen zei hij, maar ik wil ei. Dus ik zeg, ga eerst maar gewoon even slapen. En als we er zo meteen dan zijn, dan gaan we een ei halen. Dus ik sta net dat eten te bestellen. Toen werd hij wakker. Dus ik zeg, ja, ik wil graag dit en ik wil dit, ik wil dit. Wacht, hij lekt heel erg. En toen zat hij er doorheen te tetteren. Ja, en een ei. Mama, een ei. Dus ik dacht, ja, we gaan dat hierna echt halen. Gaan we echt een ei halen. Moeten we bij alle beloften voldoen, hè? En dan gaat Revi zo meteen weer zwemmen. Waar is zwemles? Waar is zwemles, ja. Waarom? Omdat hij moet leren zwemmen. Jij ook als je 4 bent. Juf. Ja. Ik had hem wat spraakzamer verwacht, maar dat komt omdat hij dus echt net wakker is. Normaal klets jij wel lekker veel, Lietje. Ben je goed in, hè? Ik had net voor het eerst op de dijk heel veel moeite met mijn ogen open houden. Hij lag natuurlijk lekker te pitten. Ja. Wat doe je? Helemaal niet. Nee? Zonder saus? Ik heb ook appelsap voor je, hè? Ja. Als ik een Duits appelsap vind, en dan. Dan was het zo lekker aan het regenen, keihard. Ja. Dus iedereen reed wat slomer. En daar hoort er sowieso al een beetje heu van. Dus ik had er moeite mee. Ik dacht echt, oh mijn hemel. Ik wil ook slapen. Eigenlijk heel graag. Ik moet niet in slaap vallen. Nee. Nee. Oké,
met patatjes. Dan gaan we boksen. Dat wil ik niet. Ik kan niet. Nee, hè? Appelsap. Wat? Appelsap? Ik word dat hier. Heel koud. Het is heel koud. Ja, die is heel koud. Mijn tanden deden gewoon zeer ervan. Wil je met rietje of zonder rietje? Met rietje ook. Jij gaat niet mee naar zwemles, hè? Nee. Nee. Dat was een beetje suf, hè? Dan was je helemaal aan het zweten. Ik wil liever ook niet mee naar zwemles. Nee. Vond ik eigenlijk niet zo leuk. Ik hoop niet. Nee, hè? Maar ja. Kunnen we hem moeilijk alleen laten gaan. Ja. Wil je kippie? Het lijkt net op een maan. Het lijkt op een maan, ja, dat vind ik ook. Vind je niet lekker? Nee, ik vind die ook niet lekker. Hoeveel? Ik doe dat. Je bent een clown. Je bent echt een clowntje. Komt er iemand keihard muziek naast ons draaien? Nou, gezellig wel. Zeg maar hallo, we zijn aan het werk. Hallo, wij zijn aan het werk. Ik snap niet hoe mensen in hun auto zo hard muziek kunnen luisteren. En ik bedoel niet van, oh, asociaal. Nee, je moet lekker je ding doen. Dit is een openbare parkeerplaats. Maar het lijkt mij oprecht zo pijn doen aan je oren. Om in je auto zo hard muziek te luisteren. Het lijkt me gewoon niet eens meer pijn zo hard. Ga ik de patatjes doen? Laat op. Neem dit wel mee voor papa, ja? Zij vinden dit toch niet lekker. Papa. Papa vindt het wel lekker. Nee, ik heb papa. Jee! Jullie hebben aan mij gedacht. Jee! Nemen we die ook mee? Is die ook voor papa? Nee. Nee. Alleen voor mij. Alleen voor Leo. Hoe kan deze zo koud zijn? Hij is echt koud. Dat mijn tanden gewoon zeer doen. Want Reven is ook elk moment thuis. Thuis? Mhm. Als je Leefie. Dan gaan we nog twee over papa van Levi. Wat? Ja, het is nu 2:00. We gaan ook dat tweet doen. Voor Levi ook. Wat zeg jij? Voor Levi ook. Wat voor Levi? Wat ga je voor Levi doen? De patat geven. Oh. Zo cute. Ga je die twee voor Levi bewaren? Twee patatjes. Ja, één voor papa en één voor Levi. Zo, gaan we naar huis rijden? Ja. Okido. Oké, is Levi thuis? Ja, bijna. Oh, ik moet even deze oorbellen uit, want ze zijn nep. Ze zijn zwaar. Oh, dat doet zoveel zeer. Oké, Revi en ik komen net terug van zwemles. En er liggen twee pakketjes hier op mij te wachten. En van één ben ik echt heel benieuwd of dat is wat ik denk dat het is. Ik sta nu toch niet in de weg? Nee, nee. Deze is leuk. Oh ja, het voelt wel heel crap. Ja, ja. Ik wilde dat de tas zelf dan als het ware ook al iets leuks was. Dat je gewoon kon hergebruiken. En dan dacht ik dus aan zilver en goud. Maar dit is wel meer roze. Maar kijk nou, dit is wel heel leuk. En mijn idee was erachter om het nog als boodschappentas te kunnen gebruiken. Maar oh, daar zie ik een hele kleine boodschap. Laten we daarop houden. Want ik dacht eerst aan dit soort tasjes. Ook heel leuk. Gewoon van die cadeautasjes. En weet je, het fijne is aan dat het feestje pas in november is. Dat ik jullie nu kan vragen. En graag wel alleen als je komt. Is dit een leuk idee als goodiebag? Of denk je, nou, doe maar wat anders. Maar let me know of het leuk is. Dan weten jullie in ieder geval de buitenkant al. Spannend. Ja, of niet. Als iedereen zegt, nou, doe maar niet.
Dan doe ik het alsnog. Good morning, ik zit aan de edit. Het is nu inmiddels al 11:30 en ik ben deze vlog die jullie nu aan het kijken zijn aan het editen. Ik wil me in ieder geval lekker afsluiten, dus dat ga ik bij deze ook doen. Ik hoop dat je het een gezellige vlog vond. Als het zo was, doe dan even je duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal en tot de volgende video. Doei doei!